De gemeente Arnhem heeft een taakstelling vanuit het Rijk om in 2024 banen te realiseren. 39 van die banen zouden middels een banenafspraak tot stand kunnen komen. Arnhem voldoet op dit moment aan de norm, maar een groot deel van de afspraak is ingevuld door mensen die gedetacheerd zijn vanuit Scalabor BV op basis van de opdracht beheer gemeentelijke fietsenstallingen en door mensen binnen die werken op basis van een tijdelijk contract. De PvdA stelt middels de motie Geef het goede voorbeeld vragen aan het college over de invulling van deze taakstelling. We vroegen de fractievoorzitter van de PvdA, Erik Greving, wat die banenafspraak precies inhoudt. Het houdt in, er is een afspraak gemaakt via het Rijk dat zowel bedrijven als overheden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst moet nemen. Dat is de taakstelling voor het bedrijfsleven en de taakstelling voor de overheden. Nou, het is belangrijk dat we als overheid natuurlijk het goede voorbeeld geven. 39 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst moeten hebben. En onze motie zegt eigenlijk zorg dat die mensen door de hele organisatie werken. Dus niet alleen op één plek. En zorg ook dat ze zoveel mogelijk gewoon een vaste baan in deze organisatie hebben. Ja, in principe voldoet Arnhem aan die afspraak dan, hè? Maar u zegt toch eigenlijk van ik vind het nog onvoldoende geregeld. Wat komen we nog tekort daarin volgens u? Op dit moment zijn de mensen vooral in dienst bij de gemeentelijke fietsenstallingen. En als ze in de organisatie werken, dan werken ze hier op basis van detachering of tijdelijke contracten. En wij zeggen het is goed als de taakstelling wordt ingevuld door de hele gemeente, dat ze overal werken. Want het is goed voor iemand met afstand tot de arbeidsmarkt om gewoon een baan te hebben en gewoon aan het werk te zijn. Maar het is ook goed, vind ik, voor de gemeente om voor de andere werknemers een verrijking voor je organisatie als je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebt. Ja. Dus het werkt twee kanten op. En daarnaast vinden we, net zoals iedereen, maar dat mag geen verrassing zijn van de Partij van de Arbeid, zijn wij voor vaste banen. Dus zoveel mogelijk vast ingevuld. Ja. En dat beoogt deze motie en we zijn dan ook erg blij dat die is aangenomen. Ja, want eigenlijk zegt nu van we voldoen dan net aan die afspraak, maar we durven eigenlijk die mensen niet vast in dienst te nemen. Daar bent u eigenlijk niet tevreden over. Nou ja, ik vind gewoon goed door de organisatie heen en zoveel mogelijk een vaste baan. En in die zin kunnen we nog een slag maken. We hebben gehoord dat het college dat ook wil doen. En laten we die slag maken om te zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gewoon een goede plek in de Arnhemse organisatie hebben. En dat we dus ook het goede voorbeeld geven naar de bedrijven in Arnhem die natuurlijk ook aan die taakstelling moeten voldoen. U heeft er niet echt een concrete doelstelling aangekoppeld, hè? Want wat moet die omhoog, die 39 banen die we nu hebben? Nou, het is nu vooral de bedoeling om te zorgen dat we de taakstelling halen. Hè? Dus dat we doen wat we moeten doen, maar wel op een betere manier georganiseerd door de organisatie heen. Dus dat lijkt me een hele goede slag. En laat het college hiermee aan de slag gaan om te zorgen dat we deze mensen een goede plek in de Arnhemse organisatie geven. Ja, okay, maar die taakstelling bent u tevreden over? U zegt niet van die doelstelling daarvan, die zou ik eigenlijk nog wat opgeschroefd willen zien. Kijk, het zou natuurlijk mooi zijn als het meer omhoog kan, als je meer kunt doen. Maar op dit moment is de motie vooral bedoeld om te zorgen dat we die 39 mensen, dat we die een goede plek geven.